Jo, ik heb voor het spelletje van de Leeghamnoors Doeneke Ranozel afspringt in een pit. Ik ben begin van de week genomineerd geweest door twee personen. Dus door Skelle, alias Stijn Skelskotter. En Georges, alias Benoît Mouton. Dus bedankt gast. Ze worden ook in een fresco in Rode Duvels, tenuitje. Dus ik heb mijn beste gedaan. Ik heb ook de driekleur aan vandaag. Het eerste is aan het spelletje is natuurlijk dat ik zelf drie personen mag nomineren. En oké, ik heb natuurlijk minder en minder keuze. Ik heb van de week al veel vette vinden gezien die inderdaad in een pit springen. Ik vind dat het spelletje een beetje vrouwvriendelijker mag maken. Ook bikini-vriendelijker ook mag. En nee, Isabel, jij moet niet springen. Nee, jij moet niet springen. Dus de drie vrouwen dat ik genomineerde is Annick Borra, Els Cardoen en Sarah Clarisse. Dus we hebben er een eindelijke vorm gedaan. Dus wees wel dat niet zo moeilijk voor zijn voorzitter om wat te vinden. Nee, Isabel, de volgende keer mag jij erbij komen. Ja, de volgende keer mag jij springen. Ja, de volgende keer. Dus als ze dat niet doen binnen de 48 uur, dan verwacht ik de tegenprestatie. En de tegenprestatie is dat de volgende keer dat ik in België ben, dus dat ze met een 3 en 4, maar een 5 hangmenu voorschotel, het liefst met Belgische specialiteiten. Dus ja, ik ga springen. Ik sta hier in het meer van, of je van de meren van Jevani. Dus ik woon hier 200 meter van, dan zou je me welkom bezoeken, kom rust of. Ah ja, Isabel, jij mag bravo doen als papa in het water is. Isabelleke, allee, gastjes, succes hé.